niet goed. Met ons ritje. Afgelopen week hadden we problemen met de auto onderweg naar het prachtige Sanuk Champagne. De route door de bergen in het binnenland van Guatemala was extreem steil en hobbelig, maar bood de mooiste uitzichten. Deze week bezoeken we dan eindelijk het adembenemende Sanuk Champagne. En we hebben weer problemen met de auto. Ja, dit is dus de real deal. Wij zitten dan dus heel comfortabel daarin. Maar dit is dus hoe je hier komt als je geen eigen auto hebt. Dit is echt heel heavy, want het is echt een hele heftige route. Ja. Ik moest me echt heel goed vasthouden soms zelfs om niet van mijn stoel af te vallen. En dit is dus echt wel heftig, vind ik. Maar goed, we gaan ontbijten, want we gaan zo meteen naar de watervallen toe van Sanuk Champagne. En ik ben heel benieuwd en we zijn ook wel een beetje nieuwsgierig naar hoe de waterkleur zal zijn, want het heeft nogal geregend vannacht. Ja. Dus jammer. We zijn echt heel benieuwd hoe het gaat zien. Ja. Maar we gaan dus eerst ontbijten. Je ziet ze daar dus rijden. Oh my god. En die gaan dezelfde route doen als wij hebben gedaan. Nou, we zijn de eerste binnen hier. We zijn weer als eerste binnen. We gaan zo eens even kijken, want er is een mirador waar je naartoe kunt hiken. En dat lijkt ons leuk om te doen. We gaan ons lekker aan het schema houden van de van de tours? Nee. We gaan, waarschijnlijk is het 5 minuten lopen als ik de vrouw bij de ingang goed begreep. En dan kunnen we naar boven toe. En dit is niet naar boven toe. Dit is ook naar boven, maar dat zei ze er niet bij. Oh. Dus we zijn gewoon 5 minuten lopen en dan moest je naar de mirador toe af kunnen slaan. Maar het staat allemaal wel aangegeven, denk ik. Hoop ik. En dan gaan we jullie het prachtige uitzicht laten zien als het mooi is. Ik ben echt heel benieuwd wat de kleur van het water is. Ja, ik ook. Want het heeft vannacht echt wel flink geregend. Dit ziet er wel blauw uit, ja. Het is natuurlijk ook omdat die terrassen zijn. Dat het een beetje gezuiverd wordt. Wauw. Maar we gaan nog een stukje verder lopen om de tweede mirador te kunnen doen. Nee, we hebben niet de plannen veranderd en ik heb al gezwommen. We zijn nog steeds aan het lopen en ik ben gewoon helemaal kletternat. Het is zo vochtig. En ook 350 meter omhoog in best wel korte tijd. Ontzettend glad. Het is heel glad, ja. Alles is modder. En die stenen zijn echt, je hebt nergens grip. Het is nog een klein stukje omhoog, denk ik. Denk ik. Hier is het. En? Oh wow. Wel mooi. Heel mooi. Moet je kijken, daar is dan heel het water bruin. En dan wordt het daar zo gefilterd door die watervallen en door al die platforms. Ja. Dat het dan gewoon hier helemaal blauw is. En dan daar, weer bruin, de rivier in. Oh.
Roy heeft een aqua de kokos. Ja. Ik ga nu proeven. Ik ben benieuwd. Lekker? Ja, ik wil ook proberen. Ja, het is echt lekker. Drink hieruit. Gewoon. Het is niet zo heel zoet, vind ik. Nee, het is nee. Niet super. IJs doet er wel echt veel suiker bij. Ja. Dus, in de Republiek. Republiek. In de Republiek. Republiek. In de Republiek. Hoe heet het ook weer? Rubriek. In de rubriek. In de rubriek. Wat drinken wij vandaag? Kokosmelk met uitzicht. En? Het ergste is, we moeten zo nog naar beneden. Ja, en we moeten terug. Terug beneden bij het water. Kijk dat water dan. Wauw, zo blauw. Wauw. Dat is goed op de camera dat het koud is. Het is echt verkoelend. Samuk Champagne, een natuurlijk wonder in het hart van Guatemala. Het water is hier fris en kristalhelder, met een ongeëvenaarde turquoise kleur. Samuk Champagne bestaat uit een reeks natuurlijke poelen gemaakt uit kalksteen die zich boven de rivier hebben gevormd. Door de eeuwen heen is er een soort trapsysteem ontstaan met 6 prachtige poelen. Ieder met zijn eigen unieke kleuren. Deze zijn verbonden door watervallen en stroompjes. Het water is zo helder dat je de vissen en rotsen op de bodem van de poelen kunt zien. Enkele honderden meters verder strandt de wilde rivier weer bovengronds, waardoor je het contrast kunt zien tussen de rustige, heldere poelen en de woeste, bruine rivier. Zoals we ook vanaf het uitzichtpunt bovenop de berg goed konden zien. Opgefrist en wat gegeten. En nu gaan we terugrijden naar Coban. Dus we hebben eerst een uur flinke dirt road, gravel off-road. En dan daarna nog een stukje gewoon best wel goede weg was dat eigenlijk. Ja, zo goede weg. Ja. Dus daar gaan we. We hadden gisteren hot oil melding en dat hebben we nu weer. Dat gaat niet goed met ons ritje.
Ja, hij is gerepareerd. Die dingen die we erop hebben gezet was niet zo heel slim. Dus die zijn eraf en nu lijkt het probleem iets minder erg. Nou, hij gaat nu gewoon naar beneden. Ja. Oh, we gaan nu naar beneden, daar niet van. Maar net toen we omhoog gingen ook. Dus... Volgende week nemen we jullie mee naar de allermooiste stad van Guatemala. Mis het niet. We hopen dat je deze video weer leuk vond. Zo ja, geef ons dan een duimpje. En abonneer op ons kanaal, dan zien we je in de volgende video.